De vierde, tevens laatste dag van de Suriname Energy, Oil and Gas Summit is achter de rug. Journalist Sifra Goudland is in Hotel Turarica en brengt ons een gedetailleerd verslag van de verschillende presentaties en activiteiten vandaag. Dankjewel, Vicheesta. Tijdens deze laatste dag van de Suriname Energy, Oil and Gas Summit, oftewel CEOS, hier in Hotel Turarica, is het programma heel divers afgesloten van de ochtenduren tot in de middaguren. In de Royal Ballroom vanmorgen vond de sessie Policy for Economic Development and Capacity Building plaats. Simultaan daarmee was in de bankethal de Youth Entrepreneur and Innovation Fair, waar er verschillende jongeren aanwezig waren die naar toespraken luisterden van mensen die hen het beste toewensen. Een van hen was minister Reshma Kuldip Singh van Economische Zaken. En zij drukte ze op het hart dat zij niet bang moeten zijn om innovatief te zijn, om hun eigen onderneming te starten als ze wel of niet terechtkomen in de olie- en gassector. Daarna zijn er dan speeches gehouden en ook nog een discussiepanel waarbij de Anton de Kom Universiteit samen met het NATIN, het PTC, FAR en UNASAT de jongeren hebben uitgelegd wat de mogelijkheden zijn voor verdere studie. Daarnaast hebben zij ook mogen meedoen aan een career fair waarbij ze verschillende informatie kregen over werkmogelijkheden, hoe ze een CV moeten maken, hoe ze zich moeten voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Later daarvan in de middaguren waren er ook andere onderwerpen. Bijvoorbeeld in de ballroom hier was er dan nog een paneldiscussie waarbij ook de directeur van Telesuur aanwezig was, want er werd gesproken over het ontwikkelen van de standaarden van de industrie, die de leveranciers moeten hebben voor deze gasindustrie. En daarbij zijn er ook verschillende topics aangehaald door niet alleen directeur Mike Antonius van Telesuur, maar ook de rest van de gasten. Tijdens deze vierde en laatste dag van CEOS, deze is afgesloten door Mark Revers een uurtje eerder om 5:00. Hij is de asset marketing manager van Go to Suriname. De exhibition hall is nu propvol, omdat men zo meteen gaat sluiten. Dus want vandaag was de enige dag die open was voor de general public. Om deze 4 dagen de revue te laten passeren, werd de summit geopend door president Chandrika Prasad Santokhi. Door de 4 dagen heen zijn er verschillende informatieve panels gehouden, technische conferenties en roundtable-programma's afgewerkt. Met ruim 200 exposanten die uit binnen- en buitenland kwamen in 3 hallen. Van het jaar is het uitgebreid naar 3 hallen. De afgelopen jaren waren het maar 2 hallen. Kan men op zich zeggen dat deze 4e olie- en gassummit een succes is geweest? U kunt meer over deze laatste dag van CEOS te horen komen en te zien komen in onze CEOS-journaal. Die wordt gepresenteerd door mijn collega Dion Brunings. Yushaisa, terug aan jou. Dankjewel Sifra voor het verslag. Wij vervolgen met de overige berichtgeving van CEOS 2024.